Minions have spawned. In de hemd die vallen die niet krijgt. Zou ik alvast hier even achter gaan staan? Ik vond het zo mooi dat we toen die vorige game dat ik er allemaal heen flashen en die golem flink daar dan gewoon haalt. grab hem hierheen en dan grab ik hem gelijk weer terug. Okay. Nee, dan moet ik mijn grab beginnen. Dank je. Oké, nou hebben jullie even Kees, zegt ze dan. Fuck botlane! Bye. Jullie zeggen maar bye. Volgens mij komt de bot farm. Oh ja, dat doen ze ook, hè? Dat is ook leuk. Niet die buffalo grabben. Nah! Dat zijn mij meer, die bitch. Revenge naar... Nou, ik zie wel wat voor mooie skill jij hebt. Ik had de buffalo bijna. Ja, nou bijna, daar hebben we niks aan. Bijna doen we het niet voor. Nou, report deze Sivana. I am AFK, nou niet. Nou, moet hij dat nou doen? Dan doe ik dit hoor. Oh. Ja, niet doen. Je gaat ze first blood geven. Oh. Hij heeft geen flash meer. Komt hij achter me aan? Ja, we moeten wel een beetje, we moeten deze keer wel een beetje serieus. Maar is zo raak als het lekker te feeden. Op mijn laptop. Oh god. Even naar midlane lopen. The magic calls to me. Ja, dat is maar even nadat ik jou geraakt heb. Bleef zo net ook echt heel lang stilstaan en dacht van, nou ik ga naar boven. Hey. Die buffel aan het grab is fucking idioot. Hier moet hij neggen. Idioot! Die man die heeft echt mijn leven gered. Die was wel erg leuk, ja. Dat zal even opgenomen worden. Die man die redde mijn leven wel heel hard. Ik denk, wat gebeurt er nu? Maar ik kreeg ineens fucking rage mode. Nou, toen ging die buffalo eraan. Unmatched power. Nou, deze troll staat al 2-0 nu. Ik heb mijn flash ook nog.
Amumu kwam hier volgens mij heen. Ik grab hem. Ah, kom op. Die grab die is zo leuk. Van dat dat... Dat wou je dan ook even gaan doen, even zo. See ya! Ja, ik heb mijn dunk. Als je nu iemand grabt, dan gaan ze eraan. Ja, ja, de buffelen. Op hem. Nee, godverdamme, ik klik helemaal naar de achteren en dan moet hij omlopen. Oh. Nou, ik moet beter gaan mana mee nu. Ik zeg, ga die voor die buffel, hij moet niet voor hem gaan. We kunnen hem toch gewoon makkelijk killen. Nou, die vader heeft me ook hebben getroffen. Sivana lokte eventjes de golem naar mij toe. Dat werkt nog helemaal niet meer. Nou, schijnbaar wel. Ja, dat heeft hij toen nog wel heel erg goed verpest. Jij hebt gewoon als enige de kills. Wel weer typisch, hè? Hoe raak die trap nou niet? Hoe raak die trap nou? The magic calls to me. Nou, op toplane is het al feest. Want de Sivana heeft gewoon helemaal niks gedaan. Your turret has been destroyed. Ik denk dat we deze game niet meer. Waarom kan hij mij nou gelijk wegkicken? Omdat het unmatched is. The magic calls to me.
Die had je waarschijnlijk niet. Maar hij heeft geen ultimate, trouwens. Waarom kan... Dat is zeker. Hey, wat doe je? Fuck je die jood als je bent. Nou, oké. Oh, nou, de buffalo flank. Oh, daar komt Aria. Dat raakte mij ook nog even. Hoe raakte dat maar? Dat gaat toch mee in? Fucking bullshit vis ik ook altijd in. Kut hitbox. Ik had toch maandag gepakt? Hier, nou. Ja. Kijk wat op top lane gebeurt, hoe kan dat nou? Ja, wat denk je wat die junglers hier doen in deze ELO? Die doen niks. Je doet echt werkelijk helemaal niks. Daarom heb ik ook een hekel aan dat je zoveel punten verliest in die games. Want je verliest zoveel games omdat je van die shit junglers hebt. Die echt gewoon niet doen wat je zegt. Omdat ze denken dat ze het beter weten ofzo. Terwijl ze dan echt fucking shite zijn. Het enige wat de Sivana hoeft te doen is even een keer ganken early game voor die Trundle. En dan wint die Trundle die lane echt fucking hard. Maar dat doet ze niet. En nu wint Volibear die lane fucking hard. Maar dat snappen die junglers niet. Nou, dan kwam een uur verschil, maar dat maakt niks uit. Ah nee, dan gaan Frans praten. Nou, mag ik die niet gewoon kopen? Ja. Precisely. Nou moet hij daar nou voor flashen? Nou, waarom ulti zet die Lucian in godsnaam? De 0-3-Z die denkt dan even de Lucian te gaan one-shotten ofzo. Ja, nee, dit hier in gold is echt kut elo. Deze mensen zijn echt zo retarded. Ze snappen echt gewoon niet hoe dit werkt. Ik ben ook gewoon die game bank ook gewoon AFK. Heb ik gewoon alle vier gevoet. Die eerste promo game. Met de ja, je moet die E gelijk activeren om omhoog te kicken, anders dan ult ze weg. Ik heb al omhoog genokt.
Ja, je moet dat echt instantly doen, anders dan vliegt, dan gaat ze weer weg. Jij bent echt de meest useless bitch gank ooit. Past hij toch wel in boven? Dat was ook echt altijd al zo geweest. En jij ging zo vaak dead gray. Zie. Ik ben goed of leuk, gray. Dan gaan we het leuk. Ik moet even eruit gaan naar de tunnel. Nah, wat was dit? Wat was het doel hiervan? Wat is dit nou? Ik word echt zo fucking hard gesissie, dit is echt niet normaal. Zij wordt ook zo fucking hard gesissie. Nou, doe iets, Zed. Die Zed, ik weet niet wat hij deed. Dat was voor mij een makkelijke triple kill voor hem. Ja. Nee, dat is niet makkelijk in deze ELO. I'm stuck in ELO hell! Oh, Shyvana heeft nog Titanic Hydra gekocht. Kopen mensen die nu nog? Nee, dat ding lijkt me... Ja, die wil ik nu eigenlijk ook niet hebben. Dat ding lijkt me fucking shit nu. Misschien al heel veel HP op, maar niet... Zij heeft hem gewoon als eerste item al gekocht. Dan is het echt van... Maar late game, als je echt heel veel HP hebt, is hij op zich wel goed. Alleen, misschien nog steeds... Dat wel rijdt. Maar hij is echt heel erg geneugd. Dat wilde ik eigenlijk niet doen. Doei. Dat is een mooi beeld. Niet mooi? Ja. Enjoy up then! Oh, dat zegt ze nu pas, hè? Alsof Koma heeft een jet restriction. Ah, nee. Nou, ik moet zeggen dat ik deze CC wel erg enjoy. Is die domme crap van Polybeer dan die domme crap van Alistair dan die CC van Ari en Amumu, het is echt heel irritant dit. Dan denk je van, nou ja, je bent Leona, nou. Dan gaan ze zo'n team maken naast ook wel. Ik weet niet hoe, maar... Het was niet erg geweest als die fucking toplaner van ons niet 060 ging. Holy shit, man. Ik heb hier nog een leuk verhaal. Kijk wat die folie weer doet. Je kan toch niet zo slecht zijn? Folibeel heb Trundle. Trundle? Nou, je hebt het ergens nog niet gezien hoor. Want ik heb dus mijn Soraka game waar ik 0-0 gaande heb ik gedaan. Terwijl de enemy Z stond 28-5 of zo. En dan ga ik hier ook nog voor. Die mensen zijn fucking retarded. Yes. Oh, trouwens, elke keer als ze surrenderen, tenzij we de game willen winnen, druk maar gewoon ja. Want ja. Dan zijn die games zo snel mogelijk over. Wacht gewoon tot...